Op het water bij Skimoezeeg en de Lauwersmar bij Lauwerzeeg wordt de komende trije hier goed bijhouden hoe volle en hokker visk erom zwemt. Steeds boskbeheer, viskers en onderziekers werken met elkaar in dit onderzoek naar de onderwetternatuur. Dat is de partij een geerwerkje, leidt lang net altijd voor de haan. Dat vind ik het meest bijzondere van dit project, dat we nu met een natuurbeheerder en met onderzoekers om tafel zitten. En niet omdat we met elkaar, onder elkaar een probleem hebben, maar we hebben hier echt hetzelfde doel. Want wat is het probleem als het gaat om vis in de Waddenzee, de visstand, visstandbeheer, visserijbeheer? Dan vinden we eigenlijk allemaal dat we eigenlijk niet de kennis of de gegevens hebben om precies te weten van ja, maar wat gebeurt er nou onder water? Ook voor steeds boskbeheer is zulks broekbare informatie. Ja, daar kunnen we zeker wat mee. Wat nu gebeurt is dat 4 keer per jaar wordt de vis gemonitord. Dat levert weer gegevens op. En dat kunnen wij weer gebruiken in ons zeg maar, dagelijks beheer. Maar ook bij vraagstukken. Ik noem maar wat, Holwert aan Zee wil iets meer met vismigratie doen. Hetzelfde geldt voor Lauwersmeergebied. De overgang tussen zoet en zout. Die gegevens die nu vrijkomen, kunnen we eigenlijk weer gebruiken om te zien van hey, hoe relevant is nou zo'n zoet-zoutovergang en wat moet er gebeuren om die vis weer goed te kunnen laten trekken. Onder Lauwersmarkant wordt er voor een bestaande voeken gebruikt. En in de Waadzee disse monitoringsvoeken bij Skimoezeeg, dat al een jaar mooi proefdraait is. Hier komen nou nog 3 jaar bij, maar langer mag ik. Eigenlijk zou je dus zo'n plek als dit, zou je inderdaad, klopt, 60 jaar, gewoon elk jaar weer op vaste momenten er maar bijhouden. Want dan ga je op de duur ga je verbanden zien. Hè?